dat ik wil afspreken. Nou, goedemorgen. Vandaag is het woensdag, volgens mij. Nee, het is donderdag. Ik sta voor de deur bij RTL, MCN, en ik ga nu aanbellen. Dan mag ik naar binnen. Gisteren ben ik pas om 4 uur gaan slapen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ben ik pas om 4 uur gaan slapen. Het was aardig laat vannacht. Is er hier iets veranderd? I don't know. Ik ben nu al buiten adem. Vandaag moet ik weer een item opnemen op Wall Street. Derde dag op rij. Super veel zin in. Nee, het wordt wel een leuk item. We gaan een soort van talentenjacht doen naar Justin Bieber. Dus dat is sowieso fun. Nu ben ik bijna. Oh ja, en ik draai vandaag met Nanne. Dat is ook leuk. Maar ik had zoveel haast vanochtend. Ik ben echt een kwartier de deur uit gegaan. Dus ik heb niet gegeten, geen make-up op. Maar goed, we zijn er. En het is hier aardig rustig. Voor mijn gevoel. Hallo. Nou, net een stukje opgenomen bij de MCN. We gaan nu naar buiten. We gaan vandaag dus de zoektocht naar Justin Bieber doen. En we hebben een aantal Nederlandse Justin Bieber's lookalikes uitgekozen. Die hebben zich opgegeven. En nu gaan we dat dus een soort auditie doen. Dat is echt super grappig. Want mijn grootste droom, echt mijn allergrootste droom, is ooit in een jury zitten van een talentenjacht. Dat lijkt me zo leuk. Dus ik heb er wel zin in. Het is lekker warm. Ik heb vandaag trouwens dit aan. Jumpsuit van de Brandy. En mijn Isabel Marantzoetjes. En eens even kijken, waar is iedereen? Hoppa, wat is ook lekker weer. We zijn in het Generator Hotel. Nan is er ook. Hoi Nanne. En we gaan hier dus de audities doen voor de Justin Bieber zoektocht. En het is echt een leuk hotel. Het was vroeger een universiteit, als ik het goed heb. En je hebt hier dus echt zo'n auditorium. En dat is nu een bar geworden. Met een lounge. Superleuk. En dit is een beetje hoe het eruit ziet. En je hebt dus ook echt suites, maar ook gewoon normale kamers. En het schijnt dat je hier super lekker kan eten. En het zit aan het Oosterpark. Love it. Yes, en er komen hele best wel knappe kandidaten. Ja. Toch wil ik het zeggen. Zeker. En dan heb je hier ook nog een bar. Dit is ook wel super vet. En dan gaan we hier die audities houden. Maar dit is echt wel mooi, man. Leuk hotelletje. Oh, en daar hebben we Floris in het donker. Oeh, iedereen vindt Floris altijd zo'n knappe man. Nou, het wordt nu allemaal een beetje opgebouwd. Hier moeten de Biebers dus gaan staan. Oh ja, we hebben hier een soort van stip. De stip. De stip, dit is de stip. En dit is mijn man crush everyday. Everyday man crush. Kan je toch goed knippen? Ja. Dat doe je weer lekker scherp. Precies nog wat witte randje eromheen, want dat heb idols ook. Echt een topper van een vent ben je. Nou, Nanne loopt weer helemaal op zichzelf lekker te gaan. Hier bij OC, hè? Ik ben dit is een glidecam. DJI Osmo heet het. Ja, en het is dus in spiegelbeeld, dus een beetje apart. Oh, hij doet het helemaal niet. Hij doet het helemaal niet. Maar dat geeft wel een mooi effect, ja. I love it. Dus hier moet je maar lopen eigenlijk. Hoeft niet. Ik ga dat doen. Oh, ga maar lopen. Dag schat. Ik vind dit soort dingen altijd grappig. Als je eten klaar is en dat hij dan gaat trillen. Oké, we gaan dus lunchen. En Nanne die neemt het ervan. Hij heeft gegrilde aubergine genomen. God, ik heb echt over een half uur honger, denk ik. Maar het ziet er wel nice uit. Ja. Welk licht gaat er nou eens aan? Kom toch eens op. Een beetje afvallen, hè? Afvallen, ja, voor altijd vet. Nee, ik ben aan het trainen, dus... Dikke armen! Dikke kuiten! Hey, vet zak. Wat heb jij me besteld dan? Een broodje met kip en bacon. Oh. Lekker mannelijk. Ik ben een beetje de man vandaag. Nou, iets smakelijk, lieverd. Dankjewel, schat. Over een minuut ben je weer klaar. Nou, maar echt hoor. Nou, ik heb een aardige sandwich. Er zit kip op, er zit bacon op, er zit tomaat op. Ik ben helemaal gelukkig. Het begint al steeds meer ergens op te lijken. Ja. We hebben de stip. Ja. En we gaan zo beginnen. We zijn al ongeveer de hele dag aan het draaien. Het is inmiddels 3 uur. En het duurt allemaal en het duurt allemaal en het duurt allemaal. Ja, het staat er wel goed op, hoor. Het wordt denk ik echt wel een leuk item. Ja. Maar het is gewoon eventjes... Dus ja, ik wil nog wat zeggen, ik weet het niet meer. Heb je de jongens gezien? Ja.
Ja, een paar. Vond je? Ja, ze lijken, het zijn wel echt Justin Bieber lookalikes, een beetje. Ja, vond ik ook. Dat dan weer wel. Ik ben echt benieuwd wat ze op die stip gaan doen. Gewoon, dat is zo awkward. Je denkt ook, okay. En de jongens wachten echt al lang, hè? Die jongens zitten hier al vanaf 12 uur, het is nu 3 uur. Maar ja, dat is een maak van video's, het duurt altijd lang. Ja, klopt. Het is waar. Het is waar. We zitten er eindelijk klaar voor. Eindelijk. We hebben hier een aantal Justin Bieber's, ik zal ze even laten zien. Erik. Barry. Valentino. Kevin. Niels. Tim. Duncan. Tim. Stefan. Rob Schapendonk. Danish Klein. En Sam Kans. Komt misschien. Oké, alle Biebers zijn geweest. We hebben een soort van onze keuze gemaakt. We hebben hier twee finalisten. Stel jullie even voor. Jij bent Niels. Hoi. En jij bent een lookalike Justin Bieber. En jij bent Sam. Hoi. En dit zijn twee Justin Bieber lookalikes. Zwaar heftig dit allemaal. Waar is de andere? Die komt eraan. Oké, top. Toppie. Nou, ik vind het echt, het is een leuke dag, het duurt allemaal super lang. Ik ben al vanaf 9 uur de deur uit en het is inmiddels 6:15. Dus ik vind het wel welletjes eigenlijk zo. Maar goed. We zijn klaar over het algemeen. Daar staat de winnaar nog eventjes een interviewje te doen. En dit is Magamousi, mijn favoriete collegaatje. Nou, wat een topper van de vent is dat. Echt, ik heb gewoon pijn aan mijn reet van die takjes. Heb jij pijn aan je reet van die takjes? Ja, ik heb pijn aan mijn reet van die takjes. Ik moet gewoon zitvlees krijgen. Zitvlees? Goddamme. Ik ben weer thuis, ik heb me even omgekleed. Ik heb een jasje aan van Most Wanted. Oh. Ik heb een body aan van de Zara. Ik heb een broek aan van Subdued en mijn schoenen van Public Desire. En ik ga nu even richting het Westerpark. Want rollende keukens is daar. En dat zijn allemaal soort van food trucks. En dat is super leuk. Dus ik zit even te kijken wat voor tas ik mee ga nemen. Ik ben aan het twijfelen. Ik denk dat het deze wordt. Nou, super kut dit. Ik had me laten afzetten bij het Westergasterrein. Alleen maar de verkeerde ingang waar ik er niet in kon. Dus moest ik alsnog pokken uitlopen. Dus die Uber was een beetje voor niks. Maar goed, we zijn er bijna. Ik ben weer thuis voor rollende keukens. Het was echt zo chill, zo lekker. En nu zijn we thuis. En Jordi moet zo optreden. En ik ga lekker in bed liggen. Het plan was eigenlijk nog even de stad in te gaan. Maar ik vind het zo lekker na zo'n hele dag. Ben ik echt zo rozig geworden. Dan vind ik het zo lekker om in bed filmpjes te kijken. Oh, I love it. Er is trouwens echt super leuk. Twee accounts zijn er volgens mij. Er zijn twee Instagram accounts en die posten elke keer mijn outfit. En moet je maar even kijken bij mijn getagde foto's. Dan zie je het zelf. Ik ben echt een moe. Ik heb natuurlijk vannacht ook echt amper geslapen. En vandaag wel weer een hele draaidag gehad die echt fucking lang duurde. Anyway. Er zijn dus Instagram accounts die mijn outfits posten. Dat is super chill. Want vanochtend is ik niet wat ik aan wilde. En toen zag ik een Instagram post. En toen dacht ik, oh wacht, ja dat heb ik. En dan... Zo zie ik eigenlijk via de Instagram wat er allemaal in mijn kast hangt. Dat is zo nice. Dankjewel degene die dat account beheren. Want ik vind het echt super chill. Wilde ik nog wat zeggen? I don't know. Ik kom er zo op terug. Oh, good morning. Ik zie er echt niet uit. Gisteren kwamen we thuis voor rollende keukens. Ging ik in bed liggen. Viel ik in slaap. Toen maakte Jor me wakker omdat hij wegging naar zijn show. En toen dacht ik, oké, ik ga nu weer in slaap vallen. Maar... Ik had nog alles, maar kleren, letterlijk alles had ik nog aan. Tenminste, nee, ik lag in mijn badjas en ik kwam uit het bad. En toen dacht ik, oké, nog even mijn make-up afhalen en bla bla. Dus ik word over een uurtje wel wakker. Toen werd ik pas wakker toen Jor weer thuis was, echt voor een minuut. Toen ben ik weer in slaap gevallen. En het is nu 2:00 en ik ben pas weer wakker. Ik heb echt 14 uur geslapen of zo.
Langer zelfs. Echt bizar. Goed, ik ga het aan dit hoofd doen. En ik ga straks weer nog wel in de keuken, als het goed is. Nou, dit doe ik voor in een nieuwe vlog. Oké, ik zie jullie morgen. Bedankt voor het kijken. En vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En je te abonneren op mijn kanaal als je het nog niet gedaan hebt. Doei!